Wat is het verschil tussen het rijden voor de verschillende afdelingen? Ja. In welke transportsector is Nijafwassing actief? Wat is het geheim van een goede chauffeur? Vooral rustig blijven. Wie ben je en wat doe je bij Nijafwassing Groep? Ik ben Edwin Bakker, ik ben chauffeur draaibulk bij Nijafwassing en ik rijd met droge bulkgoederen door Europa. Hoe zou je het chauffeursvak omschrijven? Ja. Het is van alle markten thuis. Je moet met een beetje lol in je werk hier te kunnen rondrijden, zeg maar. Hoe is het om hier chauffeur te zijn? Nou, het is hier supergoed. Er wordt enorm veel rekening met je gehouden. Heb je problemen? Dus ze worden opgelost. Vakantie, vrije dagen, geen enkel probleem. Er zijn ook doorgroeimogelijkheden. Ga je liever naar de liquid bulk, naar de tank, naar de veevoer. Het is allemaal mogelijk hier. Wat vind je het leukste aan je werk? De vrijheid. De vrijheid en het gevoel hebben dat je gewaardeerd wordt. En dat er heel veel mogelijkheden zijn. En dat je op een gegeven moment ook... Mocht er problemen zijn, dat ze ook achter je staan, dat ze er ook zijn, dat er dan wat is. Dat is altijd wel heel erg prettig, vind ik, om hier zo te werken. Koffie of thee tijdens je pauze? Ja, dat is koffie, hè. Dat is standaard, 's morgens wakker worden met koffie en 's middags nog het derde bakje wegslobberen, zeg maar. Hoeveel kilometers maak je per week? Ja, dat is een beetje afwachten. De ene week is het 2000, de andere week is het 2500. Het ligt een beetje aan het werk. Ik zit veel in Duitsland, dus op een gegeven moment rij je daar de stukken naartoe. Maar ik zit veel in binnenland, dus op een gegeven moment dan maak je daar een mix. Wat is iets dat mensen vaak denken over je werk wat niet klopt? Het vooroordeel, de gehaktballen eten de chauffeur. Zo is het echt niet, want je moet echt wel goed met je werk bezig wezen, geconcentreerd. En ook goede aandacht hebben bij de weg. En ja, we proberen het beste van te maken, hè? Door je netjes aan te passen in het verkeer. Welke kwaliteit moet je hebben om dit werk te doen? Rust, schoonmaken, secuur wezen in je werk. Dat je goed oplet dat alles goed gereinigd is, goed schoon is. En bij je klanten vriendelijk iedereen te woord staan. En dat is wel een beetje het ding, zeg maar. Wat vind je van je collega's? Het gaat allemaal goed hier. Het is een sociaal bedrijf en ook onderling gaat het ook allemaal goed. Wat maakt het werk zo uniek? De vrijheid nog wel. Het is toch wel een stukje vrijheid wat je meekrijgt. Rustig werken. Het is geen stress. Ja, wie zei nou, vroeger zei een leraar tegen mij, je kunt je geld niet verdienen met naar buiten kijken, maar uiteindelijk, het is toch gelukt. Heb je zin om hier zo te komen werken? Kijk op de website voor alle vacatures.